De voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, hebben vandaag een workshop Disaster Risk Management and Climate Change gevolgd in het SAIS-gebouw. LVV-minister Ruben Permeeser zegt dat deze workshop bedoeld is om kennis op te doen om de landbouwsector te redden tegen klimaatsveranderingen. De bewindsman is van mening dat door de klimaatsverandering, zowel in de droge als in de regentijd, er grote uitdagingen bestaan voor de landbouwsector. Met de uitkomst van deze workshop zullen de voorlichters van LVV in een later stadium de opgedane kennis moeten delen met de belangrijke actoren binnen deze sector, namelijk de boeren. De uitkomsten van deze bijeenkomst moet zijn die klimatologische veranderingen, een aantal zaken die ze bijgebracht worden en daarmee naar de boer gaan. Bijvoorbeeld het anders inrichten van hun bedden, waarop ze een aanmoedigd werd. Hun planten neerzetten. Ik zeg maar, het moet wat hoger. En hun mini-irrigatie op water. Maar ook tegelijkertijd dat je een reservoir gaat aanleggen van een droge tijd. Ja, dat je nog water hebt om de planten nat te maken. Ja, toch? En zoveel meer van die andere dingen. Maar ook, en ik weet niet of ze vandaag aan toekomen, de nieuwe ziektebeelden die er gaan. Ja, toch? In bepaalde tijden zul je meer insecten hebben dan in andere tijden. In regentijd heb je weer andere soorten verschijnselen. Dat soort zaken worden bijgebracht en daarmee, dat is het, dat is als resultaat hier. En effect daarvan wil ik zien op het veld wat zijn de boeren betreft. De Disaster Risk Management and Climate Change Workshop is deel van een project dat door de Wereldvoedselorganisatie, de FAO, in drie landen, namelijk Jamaica, Guyana en Suriname, wordt uitgevoerd. Klaus Martin Eckelman, de lokale vertegenwoordiger van de FAO, vertelt dat er via een plan invulling wordt gegeven aan dit project in Suriname. Hier in Suriname houden we ons bezig met drie belangrijke punten. Das erste ist die Entwicklung von einem Agricultural Disaster Risk Management Plan. Das ist ein Plan, in welchem die Landbausektoren, die Akteuren von den Landbausektoren zusammenkommen und sagen, was sie wollen tun, um gegenzustehen, gegen die verschiedenen Folgen von den Klimatsveränderungen. Overstroming en droogte, dat zijn de meest belangrijke. Dat was Klaus Martin Eckelman, lokale vertegenwoordiger van de Wereldvoedselorganisatie, de FAO. Hij vertelt dat behalve het plan er ook pilotprojecten uitgevoerd zijn om verbeteringen te brengen in de landbouwsector. Deze veranderingen moeten volgens hem het heel jaar door voor succesvolle productie zorgen.